Ik ben Casper en ik ga het hebben over het boek The Music of Chance. Het boek speelt zich af in Amerika en gaat over een man genaamd Nash. Die krijgt, op een gegeven moment krijgt hij een erfenis en die besluit dan een auto te kopen en door heel Amerika te rijden. Maar op een gegeven moment is het geld op en komt hij in aanraking met een pokerspeler. En op een gegeven moment sluiten ze een deal, want die pokerspeler die heeft een afspraak om te spelen met twee hele rijke mannen. Maar ja, eenmaal daar aangekomen verliezen ze het spel. Maar ze verliezen het ook zo dat ze de mannen geld schuldig zijn. Maar wat ik heel leuk vind aan het boek is dat Alster, de schrijver, heel toegankelijk schrijft, eigenlijk heel goed. En dat je heel makkelijk in de gedachten van de hoofdpersoon Nash kan duiken. En zo heel goed zijn beweegredenen kan zien over waarom hij dat doet. En de twee hoofdpersonages, Nash en Pussy, die zijn eigenlijk het zijn twee tegenpolen van elkaar. Maar toch, vanwege de situatie, werken ze heel goed met elkaar samen.